Goedemorgen, we zijn in het wonderschone Delfzijl. Het is mij nog veel te vroeg. Maar goed, het komt omdat ik nogal lui ben. Het is nu 7:30 ochtends, dus rond zonsopgang. Mijn maatje Hans die wilde graag vissen met zonsopgang. En ik ben vooral maar gewoon heel erg blij dat het geen zomer is en niet nu 5:00. We gaan vissen op snoekbaars. Vooral kunstaas, maar Hans heeft ook een paar diepgevroren spieringen mee voor het geval dat ze heel zinnig zijn. Ik ga die straks nog eventjes uitleggen over wat voor technieken we gebruiken. We zijn ondertussen bij de waterkant aangekomen. We moeten nog eventjes wachten totdat de boot voor ons is getrailerd. Onze boot staat voor de rest klaar, dus nog even geduld en dan kunnen we los. Op de achtergrond is Hans bezig hier met de allerlaatste voorbereidingen. Maar we zijn bijna klaar om te gaan. Dus kijken of het lukt vandaag. Binnen 5 minuten hadden we al een aanbeet. Ik zat een beetje te twijfelen wat ik moest gebruiken, dus ik heb een klein budgetje gepakt. En toen dacht ik van nou, laten we niet hopen dat dat het enige is voor de hele dag. Maar gelukkig voelde het vreemd en kreeg een tikje. En de eerste vis van de dag is een feit. Leuke snoekbaars. Mag dikke zwemmen. Laat ik die nog even zien. Waar die opgevangen is. Wit. In geval van twijfel gebruikt altijd wit. Hartstikke mooi. En op het moment dat hij dit niet doet, kies je een ander kleurtje. Maar op dit moment heb ik geen reden om iets anders te gaan gebruiken. We gaan weer verder. Ik moet zeggen, ik ben verkeken op hoe koud het is. Ik ben blij dat ik toch nog een donsjasje onder mijn jas heb. Want jongen, wat is het koud. Je hebt wat te merken in onze handen en voeten. Het is nu al een uurtje zonder vis geweest. Dus op zich mag het alweer gebeuren om te zorgen dat het bloed weer gaat stromen. We gaan nog hard tegenaan. Ondertussen nog even een stukje uitleg. Het verticale gebruik ik liefst 2 hengels. 1 in de hand. En als je ruimte hebt op je boot, zet er gewoon ook eentje in een steunhengel neer. Dat kan heel simpel zijn, een dropshot of een fireball. Of je pakt gewoon een loodkop en een jet en laat hem vlak boven de bodem zwemmen. 2 hengels kunnen altijd meer vangen dan 1. Dus spreid je kansen. Nou, we kregen een tijdje geen aanbeten aan de ene kant. We kassen naar de andere kant en ach, het is geen monster. Het is wel weer vis. We waren op wit. Het is zelfs mogelijk wel de allerlelijkste baars die ik ooit heb gezien. Heb je ooit zo'n rugvin gezien? Goed. In ieder geval, ik ga hem weer laten zwemmen. We gaan weer verder. Dat is een mooie. Wit is de kleur van de dag. Mooi man. We vangen weer snoekbaars. Het is allemaal een beetje hetzelfde slag. Maar eigenlijk is het enige wat het doet, is klein en wit. En of je het nou op een dropshot vist of aan een loodkop, het is gewoon wit en klein. Nou, ik denk dat we niet moeilijk moeten gaan doen over wat kunstaas we moeten gebruiken. Dus we gaan nog even lekker door. Nou, een stukje achtergrondinformatie. Ik baalde er helemaal van dat we niet op camera hebben kunnen zetten dat er een platvis gevangen werd tijdens het verticaal op snoekbaars. En zo krijgt Hans het voor elkaar om een nog grotere te vangen. Ben je blij mee, Hans? Ja, geweldig. Aan de spiering. Aan de spiering. Hij is wel maats, hè? Hij is wel maats. Maar toch is het een catch and release programma. Ja. Hoi! Ik hoop in ieder geval dat jullie verschrikkelijk hebben genoten van het filmpje. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om te maken. Maar als je tips hebt, commentaar of goede ideeën natuurlijk. Of complimentje mag natuurlijk ook. Hè. Laat het alsjeblieft achter. En vond je het leuk? Vergeet niet te liken en te delen. En tot een volgende keer.